Hey, hallo, welkom bij weer een nieuwe video. We gaan vandaag aan Australië beginnen en ik kan echt niet wachten om alle dieren toe te voegen aan mijn dierentuin. Kijk, ik ben in Zwitserland opstarten, dus vergeet niet om een duimpje omhoog te doen, te abonneren, te kijken op Twitch en dan gaan we nu gelijk de dierentuin in. Even een kleine sneak peek nog van hoe ik dit pakket heb afgesloten, of dit pakket. Deze dierentuin, kijk. We gaan ook vandaag weer torens maken. Alleen het is nog niet helemaal af. Ik heb hier nog genoeg om toe te voegen, zoals bankjes. Dus laat ik dat toch ook nog maar eventjes doen. Maar ik wil niet de bankjes pakken van dit uit bij dit pakket. Ik wil hier zeg maar de comfybankjes zetten. Hier komt de ingang van het Australië pakket. En ik denk dat ik eerst hier maar mijn terrein ga maken zoals dat ik het zou willen hebben. Alleen is het met die regen niet zo makkelijk te zien. Hoe diep dit nou is. Heel diep hoeft het niet. En de torens, die komen wel gewoon hier te staan trouwens. Die komen hier in het water te staan. Of half in het water. Maar daarvoor moet ik de torens nog maken. Het zou fijn zijn als het stopt met regenen. Geven ze nog lang regen op? Dat kan ik dus nergens checken. Mijn geld gaat naar beneden en af en toe gaat het omhoog. Dus we gaan alvast kijken wat we kunnen doen voor het Australië pakket. Content pakket. Australië. Oké, we hebben een kangaroo beeld. Hebben we niks qua muren? Oh. Oké, en wat als we op thema zoeken? Hebben we dan helemaal niks? Dat kan toch niet? Heb ik Australië nog niet geresearched? Straks heb ik Australië nog niet geresearched. Dan ga ik echt janken. Australië thema. Nee! Dat meen je niet. Dat is niet zo best. Nou, dan ga ik maar gewoon het onderzoek doen, denk ik. Of wat ervoor zorgen dat mijn park heel mooi wordt. Of zeg maar dit stuk alvast heel mooi wordt. Het moet een beetje lijken op de Great Barrier Reef en op Whitsundays allemaal. Gaan we het weer even groen maken, want dan ziet het er allemaal wel wat tropischer uit. Wat gebeurt er als we deze op de bodem zetten? Kunnen hier. Oeh. Oprecht. Dit ziet eruit alsof het koraal is. Oh my god. Oh, dit maakt me blij. Oeh, dit lijkt meer dan dat ik had durven dromen. Als ik eerlijk ben. Terwijl dan het onderzoek gewoon loopt en mijn geld ook binnenkomt en terwijl ik het uitgeef. Happy day. Oh, happy day. Oké, jullie denken misschien fam. Ben je mee bezig? Maar het werkt. En dan even kijken of we deze kunnen gebruiken om hier en daar wat ik weet niet of dat er een beetje oké uitziet vanaf de bovenkant. Ja, op zich wel. Oké. Hiermee lijkt het dan allemaal nog net weer wat anders. En wil ik dit er hier en daar een beetje tussen zetten. Niet zoveel als wat ik bij die andere heb gedaan. Even op pauze. Oké, wat ik wil gaan doen is dat ik wil gaan bouwen voor Australië. Ik wil de Australische torens maken. Maar blijkt dus dat ik dat allemaal nog niet geresearched had. Dus dat moeten we nu eigenlijk mee opnieuw beginnen. En
Ik ga eigenlijk een beetje dezelfde soort torens maken als dat ik bij dat andere heb gedaan. Thank you.
Perfect. Dan die eruit. Dit ding weg, want we hebben hier nu twee hele mooie gebouwen. Is dit verblijf? Oeh. Het had nog kleiner gekund. Het had niet kleiner gemoeten. Laat ik dan maar gewoon gelijk de koala's deze kant op sturen. Hier een opslag. Koala. Zo. Hey, ik heb meer dieren dan ik dacht. Koala's hebben natuurlijk genoeg ook nodig om te klimmen. En gewoon omdat ze slaapplekken nodig hebben, zet ik deze lekker hier buiten. Waar ze rustig van weg van andere mensen kunnen dutten. We gaan hier super veel bomen in plaatsen. En daar gaan we wel mee beginnen. Ik wil beginnen met de bomen, zodat we daarmee, zeg maar, daar gewoon heel ver mee komen. Nu kunnen we op basis daarvan ervoor zorgen dat dat is natuurlijk wel weer het dingetje. De bomen moeten erin passen. En dit is een eucalyptusboom. Die past overduidelijk niet. Het is toch best nog wel lastig om te bouwen wanneer het allemaal zo klein is. Gaan we bomen uitzetten. Bomen zijn een beetje beklimbaar, maar ook niet helemaal. En het gaat door de bomen ook al heel erg snel natuurlijk achteruit. Verblijf voor de koala. Ik wil geen hele grote dingen neerzetten. Ik wil wel wat neerzetten. Bovenop de koala plaatsen, natuurlijk. Ik vind deze zo leuk. Maar dit is een mooi begin voor de koala's. Ik denk dat ik haast wel 3 afleveringen moet maken voor Australië. Als je kijkt naar hoe lang dit nu al duurt. Nou, omdat hij aan de achterkant uitsteekt, vind ik niet zo heel vervelend. Dan de educatieborden invullen. Oké, dat is deel 1. Dat is heel erg fijn. We hebben een mooi verblijf. En een achterstukje, zeg maar. Een buitenstukje. Dan kunnen we... We hadden de Castaway hadden we nog. En we hadden de Dingo. En we hadden de... Ik wilde de koala en de Dingo denk ik hier aan de achterkant doen. Dus ik denk dat ik hier dit pad een beetje
uitbreidt. Oké, tijd voor omheiningen. Ik denk dat ik hier even een stukje speedbeeld van ga maken. Dus bereid je voor op een stukje speedbeeld. Thank you.
En daar krijg ik nu... Hé, we hebben hier al een bezoeker zelfs. Nice. Oké, nog even snel educatieborden. En dan is het handig dat ik deze aflevering ga eindigen. Want hij wordt ontzettend lang. Zo. Castaway. Nou ja, het is in het Nederlands. Oké, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel snel weer bij deel 2 van Australië. Doei!